Wat komt u doen? Ik ben vader geworden. Ik kom een kind inschrijven. Ah, een inschrijving. Hij heet Joost. Voordat wij uw inschrijving in behandeling kunnen nemen, moeten we eerst een korte vragenlijst met u doornemen. Bent u bekend met de procedure? Nee, dit is de eerste keer dat ik hier kom. Nee. Dan moet u bij balie 1 zijn. Het is toch deze balie? Klopt. Zullen we dan gelijk maar verder gaan met de derde vraag? Sorry, de derde vraag. Heb ik iets gemist? Nee, er heeft helemaal niets gemist. Nee. Dat kan ik uitleggen. De eerste vraag was, bent u bekend met de procedure? En de tweede vraag was, zullen we dan gelijk maar verder gaan met de derde vraag? Die heeft u nog niet beantwoord. Prima. Prima staat niet op het antwoordformulier. Het is ja of nee. Ja dan, kom maar op met de derde vraag. Heeft u deze vraag al eens beantwoord? Welke vraag? Deze? Is dit dan de derde vraag? Sorry, volgens mij klopt er iets niet met uw vragenlijsten. Meneer, deze vragenlijst is opgesteld door professionele ambtenaren. Dus die klopt. Kunt u gewoon de vraag beantwoorden? Nee! Houdt u van open vragen? Ja, daar kan ik meer toelichten. Ja. Vindt u deze vraag goed geformuleerd? Ja, ik kom op. Vindt u deze vraag overbodig? Nee, ja. Ja. Had u deze vraag zien aankomen? Nee! Nee. Bent u van mening dat deze vragenlijst een logische opbouw heeft? Duidelijk niet. Nee. Wilt u deze vraag ontkennend beantwoorden? Nee. Ja. Moet mijn collega nee aankruisen? Ja? Nee. Meneer, kunt u ook een keer een ander antwoord geven? Alleen maar ja of nee? Nee! Nee. Wat kan ik niet? Wat gekke vraag, hè? Ja, wat gek! Ja. Maar begrijpt u waarom ik dat vraag? Nee! Nee. Zou willen dat dit de laatste vraag was? Ja! Heeft u nog vragen? Nee! Nee. Wat komt u doen dan?